vandaag bent u allen hier vanwege uw bijzondere verdiensten aan land en volk. U heeft vanwege uw verrichtingen in de samenleving de aandacht getrokken. Men heeft uw onbaatzuchtigheid gewaardeerd en heeft u voorgedragen om staatseer toegekend te krijgen. Dames en heren, de net gedecoreerde ridders in de ereorde van de Palm, een warm applaus alstublieft. Dames en heren, de net gedecoreerde officiers in de ereorde van de Palm, een warm applaus alstublieft. Officier in de ereorde van de Gele Ster, de heer de Miranda Roy Raymond. In een onafhankelijk land waar wij zelfstandig zijn en op elkaar zijn aangewezen om elkaar te steunen en elkaar de hand te reiken, zijn mensen als u het grote voorbeeld voor de schepping van een vredig, rechtvaardig en zich tot vlot ontwikkelend land. Mevrouw Van Dijk Silos, Jennifer. Mevrouw Van Dijk wordt gedecoreerd als gewezen voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau. 3 termijnen onafgebroken. De verrassing voor u, minister. Vandaag is het een bijzonder genoegen voor deze president namens ons totaal volk om u die granie te geven welke u verdient. Drager Grootwind in de ereorde van de Gele Ster. Graman der trio's, de heer Asungo Alala Paru. De inheemse zijn de eerste bewoners die wij hier zijn komen aantreffen. En de inheemse zijn het meest achtergestelde in ons land. Deze Gramanman heeft 12 stammen, hij is van de trio's, 12 stammen onder zich. Waar ze elke dag vechten voor de meest basale mensenrechten. Volksgezondheid, onderwijs, zelfs kleding en jaar in jaar uit vechten deze mensen. We willen met deze hoge onderscheiding Suriname wijzen dat we meer verantwoordelijkheden hebben dan Paramaribo en de districten. We hebben veel werk te doen voor heel Suriname. Maar we hebben bijzonder veel werk te doen. En het bijzonder voor deze inheemse. Eigenlijk word ik emotioneel. Want ik weet onder welke erbarmelijke omstandigheden deze mensen leven. Ik hoop dat ik part dat Suriname hiermee heb wakker geschud, zodat we nog meer voor ze kunnen doen. Graman, nu is het traga karakter. Die je volk zei, ik weet niet, om in die jaar. Ja, nee. Dank u wel, excellentie, voor uw ontroerende woorden. En ik weet zeker dat uw boodschap is begrepen.